Polestar verliest met 2-5 van Appingedam. Je scoort een toch wel iets curieuze goal, denk ik, waardoor jullie op voorsprong komen. Ik zeg op mijn beurt, ik vond jou de beste man van het veld. Nou, dankjewel. We hebben goed gespeeld, vond ik. Dat we 2 keer op voorsprong zijn gekomen. Nou, dan maak je een beetje mazzelgoal, kun je wel zeggen. Nou, het lag ook een beetje aan de keeper, hè? Want die zat hem al bovenop zijn huid. Ja, dat was in het begin ook zo. Dus kon ik niet scoren, jammer. Maar ja, leuke pot. Ja, als je nou kijkt naar die wedstrijd, je zegt het zelf al, met wat voor idee gaan jullie, worden jullie het veld ingestuurd door het Lemmerskiet? Want ja, winnen is eigenlijk gewoon een must. Ja, we moeten er vol voor gaan. We hebben gekozen om een beetje in te zakken en dan op een bepaald punt gewoon druk te zetten. Nou, we hebben het deels wel goed uitgevoerd. De eerste helft was goed. Toen kwamen we nog op 1-0 voorsprong. Mooie goal. En nou ja, dan krijg je een beetje ongelukkige 1-1 tegen. Nou, dan kom je weer op 2-1. En jammer, dan verzaken we. En ga je met 2-5 van het veld af. Ja, waar gaat het mis? Jullie komen op 2-1. Dan denk je bij jezelf van, nou, de 3-1 had ook nog gekund zelfs op dat moment. Dan krijg je een corner tegen. Die wordt wel heel gemakkelijk door de vingers geglipt door de keeper, hè? Ja, hij stond helemaal vrij. Dat is jammer. Maar ja, wat doe je er nu nog aan? Ja, helemaal niks meer. Je verliest uiteindelijk met 5-2. En dat lijkt dat wel heel erg, 5-2. Normaal gesproken zou je zeggen, met 5-2 verliezen van Appingedam, ja, dat is geen schande. Maar dit had niet gehoeven, heb ik zo het idee. Ja, dat klopt. Nou, we kunnen wel met de opgeheven hoofd van het veld af. We hebben goed gespeeld tegen de misschien wel kampioen. Dat zien we volgende week of daarna. Nou, ik vind dat we het goed hebben gedaan dat we met een goed gevoel naar Gorecht kunnen gaan. Ja, naar Gorecht. Nou, normaal gesproken, die kunnen ook nog kampioen worden volgende week. Als Appingedam nog een veertje laat. Dat wordt sowieso een moeilijke wedstrijd voor jullie, maar zoals het nu lijkt, jullie spelen hoe dan ook na competitievoetbal. Ja, dat klopt. Het is jammer dat zo'n mooie club als Polsen dan na competitie moet spelen. Maar ik heb er vol vertrouwen in dat we het gaan redden.